Ik ben Rodney. Drinken jullie tijdens de rust? Wat drinken jullie tijdens de rust? Tijdens de rust is verschillend. Ik zelf drink meestal water. Is goed voor je. Maar je hebt ook jongens die bijvoorbeeld een Aquarius of wat anders drinken. Hoi, ik ben Anouk. Ik ga een spreekbeurt houden over Feyenoord, maar ik weet niet zo goed wat ik op moet schrijven. Kun je me helpen? Zo. Een spreekbeurt over Feyenoord, ja. Waar kan je het over hebben? Natuurlijk de spelers. Je kan het hebben over het verleden. Dus de bekerwinst, de Europa Cup en dat soort dingetjes eigenlijk. Waar kan je nog meer over hebben? Ik denk dat het beste is om zulke dingen te gaan googlen. En dan krijg je wel genoeg informatie. Als iemand jou nou vraagt wat voor club Feyenoord is, wat zeg je dan? Toch wel de mooiste club van Nederland. Ik zit er zelf, ik merk het aan alles. Supporters, de grootte van de club, overal bekend. Supporters door heel Nederland. Ik kom zelf in Lelystad en ook daar zie ik gewoon Feyenoord shirts. Dus dat zegt genoeg, denk ik. Als je geen profvoetballer was geworden, wat had je dan willen doen? Als ik geen profvoetballer was? Ik denk toch wel in de zakenwereld. Ik denk wel dat dat mij een beetje ligt. Doe je al iets tijdens je profcarrière in het zakenleven? Ik ben net een eigen cateringbedrijf begonnen met wat familie. En ik heb ook sinds kort een eigen voetbalschool. Dus ik heb het er druk mee. Wat is jouw favoriete muziek, favoriete nummer ter voorbereiding op een wedstrijd? Favoriete nummer? Even kijken hoor. Ik hou van rapmuziek. Nederlandstalig. Even kijken. Ja, Hef. De meeste kennen hem wel. Die vind ik wel oké. Een beetje zulke nummers maak je toch een beetje opgefokt. En ik denk dat je dat wel nodig hebt om een wedstrijd in te stappen. Terug in de hoer en de hoer is fucked up, man. Iedereen is scared. Ik zit in kamer 504, rook stiekem met een raam. Roomservice komt eraan, doe ik zit te denken aan mijn toekomst. Ik hoop dat het goed komt, daarom praat ik ook met kroeg soms. Ik weet niet hoe, maar ik moet het maken. Wie is bij Feyenoord je favoriete collega? Favoriete collega, die is helaas net vertrokken, het was Adil. Ik heb 4 jaar met hem samengespeeld, ook bij VVV. We hebben samen gewoond, dus we kennen elkaar door en door. We waren echt twee maatjes. Persoonlijk vind ik het jammer dat hij weg is, maar ik denk dat het voor hem wel beter is dat hij weer lekker kan gaan voetballen en kan laten zien wat hij kan. Dus toch Adil. Welke Feyenoord-speler wordt onderschat? Mokotjo, denk ik. Ik denk een van de meest technische spelers van ons. En ik denk dat hij er echt wel aan gaat komen. En op dit moment denk ik dat nog niet iedereen weet hoe goed hij is, maar dat komt wel. Kwaliteit komt altijd bovendrijven. Wat is jouw mooiste Feyenoord moment? Mooiste Feyenoord moment? Poeh. Zoveel mooie momenten heb ik hier nog niet gehad. Mooiste Feyenoord moment? Ik denk dan toch dat ik het feit dat ik mijn contract hier tekende, zeg maar. Die dag was toch wel bijzonder. En ook natuurlijk de helikoptervlucht. Dat zijn ook altijd bijzondere dingen. Ruben Schaken, sterke jongen, goede voetballer. Gaat steeds beter met hem na zijn blessure, dus dat is positief. En ook een goede persoonlijkheid en een goede voetballer. Ja, mooi, wat kan ik hierop zeggen? Ik kan het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Hè? Dus naar Diego toe zit natuurlijk wederzijds ook een hele goede speler en een hele leuke jongen. Dus heel mooi dat zo iemand iets positiefs over je zegt. Ruben, onze tattoo boy. De meest brede jongen uit heel de Eredivisie. Goeie rechtsbuiten, heeft heel snel goede actie buitenom en een goede voorzet. Ja, ook weer mooi hè, natuurlijk. Gerson Cabral, dat hij zoiets over je zegt. Zelf vind ik hem ook, ik ga altijd reageren op de speler natuurlijk, dus ik vind hem zelf ook een hele goede speler. En eigenlijk hetzelfde verhaal als Mokotjo, heel talentvol.
Ik denk dat hij ook heel ver gaat schoppen. Het is een hele bijzondere speler. Zulke spelers heb je weinig van over. Echt een buitenspeler. Goede voorzet, goede actie. Heel bewegelijk. Kan een verdediger echt heel goed voor lul zetten. Dus die komt er wel. Ja. Ja, hij noemde je een tato boys. Wat voor tato's heb je? Nou, ik heb twee sleeves, zeg maar. Linker, rechterarm helemaal vol. Met eigenlijk van alles. Namen van mijn familie. Chinese tekens, levensmotto's. Eigenlijk van alles. En dan heb ik ook nog één op mijn borst. I'm so blessed. Dat ik gewoon heel blij ben met mijn leven, zeg maar. En mijn gezin, mijn familie. Nou, dat soort dingetjes eigenlijk. Nou, dit is voor mij een hele bijzondere tatoeage. Het is een kruis. Ik ben een gelovige jongen. Ik bid veel. Ik ga wel eens naar de kerk. En ja, deze tattoo is voor mij gewoon heel bijzonder. Vooral met mijn geloof natuurlijk. Dus ja, dat is de kruis. Wie is jouw grootste fan? Mijn grootste fan is mijn jongere broertje. Die is een jaar jonger. Ook Feyenoord supporter. En die is bijna elke thuiswedstrijd aanwezig. Is hij dan ook heel erg kritisch op je? Ja, hij is heel kritisch. Hij is heel kritisch. Hij is tot dusver zeer ontevreden. Dus dit jaar ga ik mijn best doen om hem tevreden te stellen. Dus gaat denk ik wel goed komen. En waar is hij dan ontevreden over? Nou ja, het feit dat ik natuurlijk voor Feyenoord nog geen doelpunt gemaakt heb in de competitie. Dus ik ben natuurlijk wel half jaar uit geweest, dus moeilijk te beoordelen. Maar dit jaar moet hij natuurlijk wel gaan komen.